Dames en heren, een korte disclaimer vooraf. Want het kan zo zijn dat u vanavond thuis zit en uw geliefde of buurvrouw, buurman of hond vraagt aan u hoe was die dag vandaag. En dan zegt u het was echt fantastisch. En we zaten in die historische zaal van de Vereniging in Nijmegen. Maar dat was die man uit het Rijksmuseum. En die hield een verhaal waar ik eigenlijk dacht van hoe past dat nu eigenlijk in de setting van het programma waarvoor wij hier in onze beroepsgroep. Zo fantastisch werk doen. Als dat het geval is, dan heeft dat te maken met perceptie. Hokjes denken. Misschien hokjes denken ook, maar dat laat ik aan u zelf reflectie over. Maar het gaat echt hebben over zorg, het gaat hebben over beweging en het gaat ook hebben over hoe wij verder gaan als het gaat om onze zorg voor kunst. Ik heb één item meegenomen waarvan ik denk dat het eigenlijk heel geestig past binnen het programma van deze dag. Playmobil, kapitein Frans Banning-Kok, de centrale figuur binnen de nachtwacht, ons allerbelangrijkste schilderij. Maar ook een figuur dat als merknaam in mijn optiek zijn naam volledig geen recht aandoet. Want als iets niet mobiel is, is het Playmobil, zoals u weet. Maar ik laat hem graag hier, op initiatief van mijn zoontje ooit tot stand gekomen, toen hij vijf was. Net voor dat het Rijksmuseum geopend werd in 2013 en nu eigenlijk het meest geliefde object in de museumwinkel. Playmobil, bewegen, kunst, spelenderwijs in contact komen met ons aller cultureel erfgoed. Ik zei perceptie. Als ik naar dit schilderij kijk... Dan zie ik Rembrandt, de jonge Rembrandt, in optima forma. Hij is ongeveer twintig jaar oud hier en schildert Tobit en Anna als een van de ja, grootste cliffhangers. die Rembrandt als jonge kunstenaar vervaardigd heeft. Oud-testamentisch verhaal. Anna komt thuis, heeft een bokje meegebracht. toont het aan Tobit. Tobit is blind, zit daar, maar denkt dat het bokje gejat is. En precies dat moment. waarop hij zich realiseert. Dat hij het fout heeft en zij met die blik kijkt van jongen hoe maak je het? We zijn al tig jaar samen en jij denkt dat ik dit bokje onrechtmatig hier binnenbrengt, is door Rembrandt gevangen. Cliffhangers. Dit is goede tijden, slechte tijden al lang voordat het in werkelijkheid op televisie is. En u weet het, het is al lang op televisie. Maar u kijkt naar andere dingen. U kijkt misschien naar handen, naar voeten, naar een, een, een houding die Anna hier aanneemt. U kijkt misschien naar de fysiognomie van de figuren die hier zijn weergegeven. En precies op die vlakken toont Rembrandt zich als kunstenaar in de 17e eeuw ongeëvenaard. Rembrandt is de kunstenaar van de mens. Er is niemand die zo als hij, de mens, het menselijk lichaam, het mens zijn, in al zijn diversiteit in extensie, durft en kan verbeelden. Kijken we naar zijn tekeningen. Etse, hier drie exemplaren uit de collectie van het Rijksmuseum. U ziet het. Rembrandt toont wat hij misschien zelfs... soms liever niet met de wereld zou tonen... als het om uw eigen lichaam zou gaan. Maar Rembrandt houdt ook van schilderachtigheid. En Rembrandt houdt van het pittoreske... In een lichaam, het schilderachtige in een lichaam. En Rembrandt, als je door zijn oeuvre heen dwaalt, ja, dan kom je ze tegen. De vioolspeler, de blinde vioolspeler, iets voorovergebogen. De eh, bedelaar met zijn geamputeerde been, bijvoorbeeld. Of de man met zijn iets vervormde hand. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als iemand in deze gelederen. Vanavond, als u dus nog een keer terugblikt op deze dag en denkt, het ging toch wel over zorg en over beweging. Als u dan denkt, misschien zou het dus aardig zijn om vanuit mijn expertise in dat werk van Rembrandt te duiken. Want Rembrandt ja, gaat naar de randen eigenlijk ook van wat hij ziet op straat. Rembrandt loopt de straat in, verbeeldt alle handen verschillende mensen in alle hoedanigheden. Want Rembrandt gaat voor dat inclusieve beeld. Ik wil u meenemen naar de kern van het Rijksmuseumgebouw. Want als er één kloppend hart is in dat gebouw, is het het schilderij van Nederland dat het meest gaat over verbeelding dat we kennen uit de 17e eeuw. En dat is natuurlijk Rembrandt's Nachtwacht. Rembrandt is een verhalenverteller. Dit is een portret, 1642. Rembrandt is 36 als hij het voltooit. En hij zet eigenlijk anders dan zoveel van zijn tijdgenoten. Niet iedereen heel mooi netjes naast elkaar op één rij. Maar het gaat om de actie, het gaat om op de beweging. Ik toon u naast een schilderij van meneer Piekenooi, ook 1642 gemaakt. Hij hing oorspronkelijk naast de nachtwacht in de kloveniersdoelen in Amsterdam. Maar waarbij Piekenooi zich inzet, dus op het zo goed mogelijk en. Um, voordelig mogelijk afbeelden van de geportretteerde, gaat het Rembrandt om de actie, om de beweging, om de interactie. Als er één schilderij is dat als een soort embleem voor uw doelgroep in de volle breedte zou kunnen fungeren, dan is het de nachtwacht. Want Rembrandt doet hier iets dat volledig tegen alle conventies ingaat. Rembrandt manipuleert ons oog, probeert door heel slim. Lijnen in zijn voorstelling te plaatsen, dus objecten te laten repeteren, ons oog, of we het willen of niet, naar het centrum van de voorstelling te leiden. Daar waar de kapitein en de luitenant staan en de kapitein exact het moment van uitmarcheren weergeeft. Het risico met een museumprofessional is dat u de rest van de middag gaat luisteren naar hoe. De nachtwacht precies in elkaar zit, maar ik wil graag focussen op het behoud van dit stuk. Want als we zeggen dat het het belangrijkste schilderij van Nederland is en als we zeggen dat het zo om beweging gaat, en dan nog even terug, hè, dus die lijnen die we zien, het gaat om het afwisselen van licht en donker. Als je een lichte partij tussen donkere partijen zet, wordt dat licht nog dramatischer dan wanneer je meer met een palet werkt dat dichter bij elkaar zit. Als je werkt met donkere kleuren. ...en heldere kleuren op de voorgrond en meer aardse tonen... ...dit is een soort schilderles die u gratis bij krijgt vanochtend... ...in de achtergrond, dan krijg je meer diepte. En dan is het ook zo dat dat oog eigenlijk als het ware meer gaat reizen door een voorstelling. Dat je telkens weer meer gaat zien en denkt... ...goh, wat zit er toch veel dynamiek en verhaal in dat schilderij. En dat was in de 17e eeuw al het geval dat dit gedacht werd. Samuel van Hoogstraten, leerling van Rembrandt, schreef... Ja, die nachtwacht, die nachtwacht is zo schilderachtig van karakter, zo zwierig van sprong. Dit wordt dan het onderschrift bij het embleem dat u als doelgroep voortaan gaat gebruiken. Zwierig van sprong, die term moeten we gewoon weer allemaal in het hedendaagse Nederlands gaan invoeren. Dat betekent attractief van compositie, dynamisch van arrangement, gewoon een speelse, vrije, open compositie en Voegt Hoogstraat toe. Zo krachtig dat het alle andere groepsportretten als speelkaarten zou overtreffen. Nou, dat zit dus allemaal in dat schilderij. Daarom zorgen we er zo goed voor. Daarom is het zo goed door de oorlog gekomen, in, zoals u hier ziet, op rol in uh, uh, Valkenburg, bij Maastricht in de Grotten. Daarom hebben we het schilderij ook al 25 keer door die eeuwen heen gerestaureerd. Maar wat we nu doen, precies op dit moment, is we hebben een glazen behuizing gebouwd in de eregalerij van het Rijksmuseum. En daar ondergaat de nachtwacht op dit moment eigenlijk niets anders dan een full body scan. Zo zouden we het moeten noemen. We willen begrijpen hoe het schilderij aan toe is, wat is de conditie van de nachtwacht. Maar we willen ook begrijpen hoe het schilderij tot stand is gekomen. Dus wat zijn de onderliggende lagen? Hoe heeft Rembrandt in hemelsnaam die nachtwacht geschilderd en ja, laten worden tot wat het is? En als u dan kijkt naar de technieken die we gebruiken, misschien kent u ze wel vanuit uw alledaagse praktijk. Vroeger gebruikten we röntgen, maar met röntgen zeiden we, daar kregen we een beetje zo'n fuzzy beeld, zoals u hier aan de rechterkant in het midden ziet gebeuren, in de ijzermap die daar weer te zien is. Maar vandaag de dag maken we gebruik van Macro XRF, dus rundje fluorescentie. En dat biedt ons de mogelijkheid om echt tot op scheikundig elementniveau te analyseren. welke elementen en daarmee welke pigmenten Rembrandt gebruikt heeft. En ook dus te zien hoe die gelaagdheid. en dat eigenlijk bijna in het hoofd van de kunstenaar te stappen. En te bedenken hoe hij, of te volgen hoe hij, zijn stappen in tot standkoming van het schilderij heeft gemaakt. Nou, wat zien we dan? Dan zien we bijvoorbeeld veel meer definitie en detail in de achtergrond. Zoals u in de calcium map ziet, aan de linkerkant daarboven. Een, een vlag die uh, verschoven is, veel meer ondertekening, uh, verhaal in de achtergrond weergegeven. En zelfs aan de linkerkant, voor u als kijkers thuis rechts... Ziet u eh, dat op de helm van de figuur die daar is weergegeven ook nog een eh, veer is afgebeeld? Kunt u denken, ja, wat doet het er toe? Nee, het doet er heel erg veel toe. Want als we met z'n allen afspreken, en dat hebben we gedaan, dat Rembrandt onze belangrijkste kunstenaar is, en dat Rembrandt behoort tot de allergrootste schilders die binnen onze mensheid ooit actief zijn geweest, en de Nachtwacht zijn topschilderij is. Dat betekent dat alles, dat we daar meer leren over het schilderij en de totstandkoming daarvan, en alle nieuwe technieken en vakoverschrijdende aspecten die we kunnen inzetten om nog meer begrip te krijgen, buitengewoon relevant zijn. Want dames en heren, de nachtwacht is niet alleen van Amsterdam. De nachtwacht is werelderfgoed. En 300.000 kinderen per jaar bezoeken het Rijksmuseum. In eerste plaats om kennis te nemen van die nachtwacht. Om te zien en te begrijpen hoe dat belangrijke stuk zich ophoudt, eigenlijk in het kloppend hart van ons Nationaal Museum. En er zijn ook veel kinderen met een beperking tussen. En ik vind het belangrijk om op te merken bij u aan u dat als we zeggen 2,5 miljoen mensen per jaar bezoeken het Museum van Nederland voor de Wereld, dat er ook buitengewoon veel mogelijkheden zijn om langs de randen van openingstijden langs te komen, als je niet helemaal, laten we zeggen, mee kunt draaien in zo'n ja, kolkende ketel die het museum tijdens opening is. Dat betekent dat we zelfs de mogelijkheid hebben om in de avonden mensen in bedden te ontvangen. We doen laatste wensbezoeken. Maar we hebben ook bezoeken voor mensen met een beperking die, bijvoorbeeld, alleen maar in bed liggen. En die toch met bed en al de eregalerij opgereden worden en hier de nachtwacht kunnen bekijken of het melkmeisje. Inclusiviteit in het Rijksmuseum is dus niet alleen met woord beleden, maar ook echt met daad. En probeert u dat ook als u denkt: ik heb in mijn netwerk mensen die daar echt profijt van zouden hebben, die we daar een plezier mee doen. Um, of scholen met kinderen met een beperking. Kom mee naar het Rijksmuseum. Want iedereen is buitengewoon welkom. Want de Nachtwacht gaat over beweging. Wij gaan over zorg voor de Nachtwacht. Want we werken nu aan een, op basis van die full body scan. aan een restauratieplan. waarmee we eigenlijk dit schilderij ook weer de nieuwe generatie in kunnen brengen. zodat na ons ook onze kinderen. en ook die kinderen die met Playmobil spelen en denken: goh. Wat beweegt het mannetje toch moeilijk? Nog tot in lengte van dagen van dit Werelderfgoed kunnen genieten. En u gaat genieten van de rest van het programma vandaag. Dank u wel.